Ik sta hier bij de school De Meidoorn in Wezep. Naast mij staat Helene van Klaarbergen. En wat is je functie hier precies? Ik ben leerkracht van groep 8 hier op De Meidoorn. Dus samen met Evelien Hospers. Maar Evelien is nou in de klas, want we zijn bezig. En waar zijn jullie mee bezig? We nemen vandaag de film op, de eindfilm voor groep 8. Een film. Ik weet wel veel musicals op school in mijn tijd, maar film. Ja. Is dat wat nieuws? Ja, dat is voor ons ook wat nieuws. We zijn eigenlijk daar zo opgekomen omdat wij de mogelijkheid nu niet hadden om een musical te doen. Dus vandaar dat ik eigenlijk ben gaan googlen om te kijken wat er nog meer mogelijk was. En toen kwamen we op het idee van een eindfilm. De mogelijkheid om geen musical te doen dit jaar, hoor ik. Was daar een reden voor? Ja, we hebben eigenlijk afgelopen jaren een heel fijn hulp gehad van een moeder. Belanda Kroes heeft voor ons 4 jaar lang de musical helemaal met de kinderen ingestudeerd. Dat deden we dan ook altijd, of dat deed zij altijd in het speellokaal. Maar ons speellokaal is nu in gebruik door de peuters. Belanda heeft ook een andere keuze gemaakt om andere dingen weer op te pakken. En toen hadden we eigenlijk en niet meer iemand die dat met ons dan zeg maar ging doen. En we hebben ook geen locatie waar we dat kunnen opnemen, die musical. En ja, zo kwamen we eigenlijk een beetje in het nauw van ja, wat moeten we nu? En toen, hoe komen jullie hierbij? Ja, nou ja, gewoon eerst maar eens googlen. Kijken van wat is er dan mogelijk? Wat zijn de andere mogelijkheden? Of vinden we iets wat past bij onze school en bij de kinderen? En wat doen anderen? Zo eigenlijk. Ja. En toen kwamen jullie dus bij een film. Maar ja, er komt heel wat bij kijken. Ja, ik kwam eigenlijk op de site van Hollywood in de klas. Zij zitten in Rotterdam. En daar is het al iets vaker gebeurd in het westen van het land dat ze een film opnemen in plaats van een musical. En ze hebben een professionele site. Zag er allemaal goed uit. Ook met voorbeelden van hoe wordt die film dan? En wat vinden leerkrachten ervan? En wat vinden ouders ervan? En wat vinden de kinderen ervan? Want dat is natuurlijk, ja, daar draait het uiteindelijk om. Ja, en dan kan ik me voorstellen, een musical is echt samenwerken. Die film, hoe reageren de ouders en de kinderen erop? Nou, ze zijn heel erg enthousiast. Het idee werd eigenlijk al meteen omarmd van, oh, dat is eigenlijk wel leuk. We hoeven eigenlijk niet meer al die liedjes in te studeren. Al die tekst hoef je niet in te studeren. Dus de kinderen waren eigenlijk direct heel enthousiast. Dus ook geen zenuw die avond, want het is klaar. Nee, klopt. En we gaan de avond ook heel leuk aankleden. Dus we gaan een helemaal filmpremière van maken. En de school versieren. We gaan de ouders uitnodigen. De kinderen moeten op de rode loper zich mooi aankleden. En er komt een lekker drankje bij en een hapje voor de ouders. Dus dat wordt helemaal leuk. Wij gaan het volgen. Succes ermee. Fijn, bedankt. Ik zie je twee heel enthousiastelingen. Die willen heel graag op de camera. Maar jullie doen ook mee met de musical. Ja. Ja. En wat doen jullie? We maken een film. En dat is wel leuk. Mogen wij ook al weten waar die film over gaat? Nee. Nee? Dus ik kan helemaal niets vragen over de film? Ja. Nee, niet vertellen als je het niet mag. Maar de rollen die jullie hebben, vinden jullie die leuk? Ja, ik vind het wel grappig. Ja, ik vind het ook wel leuk. Ja? Ik vind het wel leuk. Moet je even zeggen in de camera wie jullie zijn? Ik ben Sam. En jij bent? Ik ben Ruben. Nou, dan sta je ook bij een stel dames. Die willen ook allemaal wel, die durven ook wel wat te vertellen. Dames, hoe vinden jullie dit wat er nu gaat gebeuren? Ja, het is echt heel leuk, want het is anders dan een musical. Ja, en wat? Ja, jullie hebben nooit een musical gedaan, denk ik, of wel? Nee, niet. Nee. En een beetje niet verklappen waar het over gaat, maar de rollen die jullie spelen. Vinden jullie die allemaal leuk? Ja, ik ben een baby. Ook wel een baby. Ja, ik ben de juffrouw, dus ik moet best wel streng zijn op de klas. Ga jij ongeveer doen? Ja, ik ben inspecteur. Ja, maar die is ook heel belangrijk. Ja. Maar je vindt het een leuke rol? Jawel. Ja, en jij? Ja, ik ben de moeder van Haak en de ene jongen. En die ene jongen daar. Ja. En ik moet ook nog in een restaurant zitten, maar ik hoef niet zoveel te doen. Nee. Ik moet ook nog in een restaurant zitten. In een restaurant. Oh. Nou, jullie namen nog even. Ik heet Renske. Renske? Carlijn. Eline. En Laura. Nou, ik wens jullie alle 4 heel succes. Nou ja, jullie gaan jezelf weer zien op Loco. En dat we deze 6 sterren mogen hebben. De inspectie komt en we moeten goed op onze hoede zijn. Dus dit keer moeten we wat beter gaan. Dus ik zeg 2, 1. Dus gaan jullie ervoor? Ja! Ja! Oké, de eerste was de zachte. En daarna de laatste. Gaan jullie ervoor? Of wat zeggen jullie? Ja, we gaan ervoor.
Oké, 3, 2, 1. Gaan jullie ervoor? Ja. Wat zeg je? Ja. Ervoor. Oké, heel goed. Ja, ik sta hier dus met de cameraman, mijn cameravrouw. Ja, wat is je naam? Claudia Rison. En wat doe jij precies hier? Ik maak eindfilms met groep 8. Nu dus met de groep 8 van de Meidoorn. En het idee is eigenlijk, veel scholen die houden een eindmusical aan het einde van het jaar. En wij hebben bedacht dat het leuk zou zijn om een eindfilm te maken. Althans, dat heeft mijn opdrachtgever bedacht. En ik kom dan als filmcoach op een school om een film met ze te maken. Die ze dan op de avond van de première, waar normaal gesproken dan veel scholen een musical wordt opgevoerd. Dat ze dus dat als een soort première te zien krijgen. En dus lekker onderuit gezakt een film kunnen kijken. Ja, dat verhaal hebben we net ook een beetje gehoord. Maar nu ben ik zo nieuwsgierig. Hoe kom jij hierbij om dit te doen? Dat is een goede vraag. Ik ben eigenlijk van oorsprong tv-maker. Ja. En ik dacht, ik werkte voor een aantal kinderprogramma's. En ik merkte dat ik steeds meer bezig was met die kinderen leren hoe een camera werkte. De achterkant van een studio laten zien dat dat allemaal nep was en zo. En toen dacht ik van ja, ik vind dat eigenlijk veel leuk. Ik was veel drukker daarmee dan met de kijkcijfers bewijzen van. Dus toen dacht ik, nou, dan ga ik daar gewoon iets mee doen. En toen kwam Hollywood in de klas op mijn pad. Toen dacht ik, nou, leuke manier om zo met kinderen en film bezig te zijn. Ja, hoe lang doe je dit nu? Ik doe dit nu een klein jaartje. Ik werk ook voor het UNICEF Kinderrechten Filmfestival als filmcoach. Dat is een project over kinderrechten. Waar kinderen dus ook films maken in de klas. En zich dan bewust zijn van de kinderrechten die zij vaak wel hebben en anderen niet. Ja. En even een beetje, waar kunnen mensen jou vinden? Hebben jullie een website? De website van het bedrijf dat eindfilms maakt. Dus Hollywood in de Klas, hollywoodintheklas.nl. En mocht je het leuk vinden om inderdaad dus ook met jouw groep 8 een eindfilm te maken in plaats van een eindmusical voor te bereiden, dan kunnen mensen zich daar opgeven. Ja, en even met de kinderen. Hè? Jij gaat natuurlijk met verschillende kinderen in gesprek en het werk. Mm-hmm. Merk je veel verschil? Vallen dingen jou echt op? Dingen die echt opvallen is natuurlijk wel de verschillende soorten talenten. Je merkt het ene kind heeft gewoon wat meer gevoel voor regie of zo. Dat ze echt nadenken over bepaalde shots van juf, kun je niet dat of dat zo filmen? Dat vind ik altijd wel heel leuk, want als ze dan daarover meedenken. En dan probeer ik ook altijd wel zoveel mogelijk erin te doen. En anderen die zitten weer heel erg op het drama. Dat ze enorm overdreven iets kunnen doen of zeggen. Of sommigen moet je bepaalde dingen weer uittrekken. Maar dat is ook wel weer een leuke uitdaging. Ja. En kinderen eigenlijk figuurlijk aan de hand te nemen. Lukt dat jou ook? Kijk, je hebt natuurlijk wel met een hele klas te maken. Ik kan ze niet allemaal één op één aandacht geven. Al zou ik dat wel soms willen. Maar het helpt vaak als je van tevoren even een pep talk geeft. En even zegt van nou zo en zo gaan we het ongeveer doen. Zodat ze precies weten waar ze aan toe zijn. En dan komen ze vaak zelf wel ook met ideeën of input naar mij toe als ze dat graag willen. Ja, we zijn heel benieuwd naar het eindresultaat. Dus ik zou zeggen, ga verder. En gaat wel lukken, denk ik. We gaan het afkijken. Succes. Oké. Ik zou hem gewoon zeggen, ja hop, nu aan het werk. Nu. Oké. En mag echt wel een beetje streng. Moet ik dat zeggen? Ja, vind ik wel. Ook als jij dat zegt. En dan wel echt een beetje op een streng toontje. Ja. 3, 2, 1. Ja hop, en nu aan het werk. 3, 2, 1. En een beetje snel weg. Ja. 1. Ja hop, en nu aan het werk.